En de Suriname Alcoholic Beverages NV, SAB, heeft afgelopen vrijdag een eerste partij van 1000 flessen hand sanitizer aan het ministerie van Volksgezondheid gedoneerd. Het bedrijf deed deze donatie als bijdrage aan het gevecht tegen de verspreiding van dit virus. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft namens het ministerie de eerste hand sanitizer symbolisch in ontvangst genomen. Het ministerie zal deze flessen vervolgens distribueren onder verschillende verzorgings- en kinderthuizen, weeshuizen, laboratoria en andere behoeftige organisaties. De alcohol sanitizers bevat 70% alcohol en wordt geleverd in flessen van 350 milliliter. De CEO van SAB, Steven Maayong, gaf aan dat het vanzelfsprekend is dat zij als bedrijf in deze roerige tijden ook een bijdrage leveren aan de volksgezondheid in Suriname. Maar waar iedereen het risico loopt besmet te raken. Maar Ayong sluit toekomstige donaties niet uit. Volgens hem is de beschikbaarheid van een goede sanitizer onder alle lagen van de bevolking in deze tijd essentieel. De Suriname Alcoholic Beverages NV zal daarom al het mogelijke doen om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, ook middels donaties.